Nou, hoe gaat het met je liefdesleven? Slecht. Reet is zo hard. Alsof zij geen gevoel heeft. Zeg maar, zij is heel een beetje een harteloos. Duur uitziende, maar niet te duur. Nee, niet. Nee. Oké, jongens. We gaan nu dus door naar McDrive. Om onze bestelling op te halen. Hi. Dankjewel. Yes, dankjewel, Merkse. Ja, dit is perfect. Oké, dit gaat eraf. Welkom bij deze mukbang. Zoals jullie net zagen, we hebben ons eten opgehaald. Oh my god, ik heb super veel zin in deze milkshake. Dat even ten eerste. Ik vind mukbangs zelf altijd heel leuk om te kijken. Er lopen hier hele bijzondere mensen rond op dit moment. Maar... heel bijzonder. Oh, dit is zo lekker. Wat hebben we besteld? Ik heb een McChicken. En een medium friet. Die deel ik gewoon met Evie. En Evie heeft 6 kipnuggets. Wie gaat er nou naar de Mac om alleen 6 kipnuggets te halen? Sorry hoor, je moet dan toch gewoon... Ja, ik bespaar jou gewoon geld, Maud. Nou ja. Noem van elk gezinsleden een voordeel en een nadeel in persoonlijkheid. Oeh. Ik doe gewoon even van mijn broers en zus, hè. Ik denk van Bran, een voordeel, hij is heel lief. Nadeel... Maar hij toont geen emoties van mij. Ja. Hij praat nu misschien niet echt over hoe hij zich voelt. Ik denk bij Nina... Oh, dat weet ik wel. Want je mag altijd iets van hem, maar ze wil er altijd iets voor terug. Als ik huis mag leden, moet ik altijd haar zijde of zo. Oh. Ik wilde eerder zeggen dat zij af en toe doet alsof ze moeder is. Wat? Moeder is. Nee. Laat mij gewoon eens uitpraten. Sorry, sorry. Alsof zij geen gevoel heeft. Zeg maar, zij is heel een beetje een... harteloos. Harteloos in die zin. Maar ze heeft het vast wel, maar is gewoon, ze is gewoon, heeft gewoon een hele nuchtere blik op alles. Dus ik denk dat is echt een nadeel waar ik me echt aan dood irriteer bij Nina. Voordeel. Dat je eigenlijk, je mag eigenlijk alles wel van haar qua lenen of als iemand ergens mee naartoe moet of zo, dan maar ze helpt zich er wel mee. Ja. En bij jou? Een beetje een nadeel nu al. Nou, dat je altijd zo geïrriteerd wordt op mij als jij gewoon shaggy bent of als jij gewoon een kutdag hebt. En dat je al mijn kleding stuurt zonder te vragen en make-up en alles in die richting. En een voordeel, dat je wel altijd naar, in ieder geval, ik doe het misschien bij anderen ook, maar altijd naar me toe komt als je als het niet goed gaat als hem. Nou, dat doe ik niet bij anderen hoor. Nee, dus je praat wel over je gevoel. En wat heb jij bij mij? Ik ben heel benieuwd. Nou, een nadeel is dat je heel snel boos kan worden. Gewoon uit het niets. Gewoon één keer. Ja, maar ook... Je wordt niet echt boos. Ja, maar dan wil je gewoon niet meer met me praten zo in je dag. Oh ja, dat wel. Ja, dan dat moet je wel echt iets geflikt hebben. Ja, maar dan moet je dat wel onder controle proberen te houden. En ik denk, voordeel is eigenlijk dat ik altijd wel alles van je mag. Nee, ik ben niet zo. En dat je gewoon makkelijk met je kan praten. Mm-hmm. Ik zit nu in mijn vierde jaar, laatste jaar van de opleiding audiovisueel op Media College Amsterdam. Leuke opleiding, leuke klas, maar ik weet niet of ik er later echt iets verder in wil doen. En jij? Jij zit in de middelbare. Vierde examenjaar. Allebei in ons examenjaar. Zin maar dan in. Zit ik er weer een paar jaar boven. Ik denk gewoon van mijn hobby mijn werk maken. Je werkt echt hard voor mijn geld. Ja, van mijn hobby mijn werk maken. En dat is dit. Video's opnemen. Content maken. En gewoon, ja. Voor jou? Verpleegkundige geworden. Voor kinderen. Nou, oké. Twee zussen. Twee zussen. Ja. Zij heeft twee zussen, ik heb twee zusjes. Ik ben de oudste meid, zeg maar. Oh, waarvoor? Het gaat nu heel hard regenen. En we hebben een broer boven ons. En dan ben ik daarna. Hoe oud? 20 toch? 20, ja. En waar wil je heen in de toekomst met social media? Oeh, goede vraag. Ik denk gewoon. Het gaat gewoon. Ik ben daar buiten lopen. Oh, nee, dat oma. Toch graag. Naar. Gewoon dat ik. Dat ik. Weet ik iets? Oh. Oh. Buiten. Ja, ik. Oké. Okay. Oh. Van waar ik heen wil. Met mijn social media in de toekomst is denk ik echt.
dat ik er gewoon mijn baan van kan maken. En dat ik het gewoon nog steeds leuk vind. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het nu heel leuk om te doen. Het geeft me nu heel veel energie. Dus ik hoop dat ik dat zeg maar kan doorzetten, kan doorgroeien. En dat ik dan nog steeds er even veel energie uit haal. Wat vind je op dit moment hoe je leven gaat? Kut. Oké. Dat is voor mij gaat wel goed eigenlijk. Ja, gaat ik focus goed. Heel erg op mezelf en op mijn eigen doelen. Tuurlijk, er zijn af en toe wel dingen of minder leuke dagen. Maar dat is logisch, denk ik. Mm-hmm. En daar heb ik ook weer gewoon mijn oplossingen voor. Dan schrijf ik het gewoon op. Of dan praat ik erover. En dan ga ik gewoon weer verder met mijn dag. Want ja, ik heb echt. Ik krijg heel vaak de laatste tijd heel vaak van die dingen te zien van. Je leeft letterlijk één keer en je verspilt letterlijk gewoon dagen aan nadenken over bullshit gewoon. Leeft één keer? Je leeft één keer. Oh, ja, klopt. En je bent letterlijk je dagen lang aan het verspillen aan negatief nadenken bijvoorbeeld. En dat heeft letterlijk geen zin. En dat gaat je ook niet verder brengen in het leven. Dus... Nee, klopt. Hou het echt serieus. Kan ik niet slaan die mensen. Dagelijks leven gaat vijf dagen naar school. Elke dag eerst weer, omdat ik vorig jaar slecht heb gedaan. Ik zou niet overgaan. Ik ga nu wel over. Geen auto. Mag ik er meer zeggen? Maar nu ben ik dus wel overgegaan. Oh mijn god. Nee, op de voorwaarde dat ik dan elke dag voor in ieder geval de vakken waarvoor ik slecht stond extra les zou volgen. Nou, dat heeft geen zin. En ik heb binnenkort toetsweek, dus dan zie ik het wel. Ik hoop dat ik overga of dat ik slaag. En weg kan hier. Kutschool. Ik voor jou. Oh, ik ben heel benieuwd, wat is jouw droomauto? Ik vroeg het laatst ook al aan andere mensen. Ik ben heel benieuwd of dat mensen hun droomauto is. Huh? Ik wil gewoon een mooie, wel een beetje duur uitziende, maar niet te duur. Gewoon, en dat ik er zo met mijn mannetje in zit. Gewoon, een mannetje? Hij rijdt, ik moet ernaast zitten met mijn... Ja, dat. Gewoon... Passenger Prince, ja. Mm-hmm. Gewoon Princess... Hoe heet dat? Princess Treatment. Mm. Niet omdat je wilde dat ik maar dat ook. Nee, dat ik dat wel gewoon wil. Nee! Nee! Nee, dit is echt niet foto met patat. Nee! Nou, hoe gaat het met je liefdesleven? Slecht. Welke liefdesleven, eerlijk? Nee. Ik heb er ook echt geen behoefte aan, want ik merk dat ik echt gewoon niet klaar voor ben. Mm-hmm. Dus dan hoeft het ook niet van hem. Mm-hmm. En ik vind het wel gewoon leuk om gewoon te kletsen. Nee, misschien dat het vanzelf wel komt, maar... Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon niet echt daarmee bezig. Ik ben gewoon veel meer bezig met mezelf en met mijn eigen doelen behalen, zeg maar. Niet echt, dat klinkt heel stom, maar ik heb niet echt tijd om dan daarmee bezig te zijn of zo. Nee, ik ben daar helemaal niet, past helemaal niet in mijn leventje nu. Nee, dus het hoeft voor mij niet. En ik vind het prima zo. Ja. Dus jij wel. Nou, ik hoef geen relatie. Gewoon schooltjes. Ik vind dat zo'n goor woord. Ik vind het ook echt vreselijk. Nou, hoe moet ik het dan noemen? Snackjes. Snackjes, zo noemt Lotte dat. En ik vind dat echt een leuke naam. Ja, snackje. Snack. Ja, of een snoepje. Als iemand gewoon echt lekker is, zeg ik lekker snoepje. Ik vind snackje nog steeds leuker. Wat is het? Ja, zonder vlekje make-up. Oh. Niet dat? Ja, je moet, want ik kan er niet meer eentje opeten. Want mama zegt boos dat ik mijn aapvlees niet meer opeet. Ja. Voor met een kind van 12. Moet ik aan tafel blijven zitten dat ik het op heb. Nee. Verder in mijn leven. Er gebeurt niet echt veel in mijn leven. Nee, ik heb best wel saai leven, sorry. Voetbal. Ik heb laatst voor het eerst. Ben je kampioen gescoord? Ik heb pas 3 wedstrijden gehad van het seizoen. Waarom is mijn seizoen al af? Ben ik ook pas winterstop gekomen? Ja, als een andere kampioen. Kampioen? Ja, ze zijn bij ons kampioen. Nou, waar niet? Nee, nou, heel raar. Niet. Wat ik dus wilde zeggen was... Vorige week donderdag heb ik dus een wedstrijd gehad. En daar heb ik voor het eerst, na echt 4 seizoenen of zo, gescoord. 2 keer zelfs. En ik was er echt heel blij mee. Maar ik sta altijd laatste vrouw. Dus dan kom je niet echt in aanraking bij het doel van de tegenpartij. En nu mocht ik spits staan en toen lukt het meteen. Hier, jij mag deze. Want ik blijf maar eten. Ja, goed voor je. Beetje aankomen. Een beetje aankomen, maar niet met vettigheid. Rot hij zo. Volgens mij heeft ze waar, jongen. Is vriend gaan. Hoe oud zijn die mensen? Uit jouw klas 14, 13. 16. Ik ga zo rijden. Maar ik ben wel echt heel blij dat ik mijn rijbewijs heb. Ik vind het zo chill. Alleen ik moet echt vaker rijden. Ik wil heel graag een eigen auto. Maar ja,
Dat is duur. Ja. Het kost gewoon te veel en ik gebruik echt niet zo vaak een auto. Wij zouden trouwens dit jaar op skivakantie gaan en het gaat gewoon niet meer door. Nee, en waarom niet? Wij mochten zeg maar allemaal iemand meenemen. Maud zou iemand meenemen, maar er destijdige vriend, maar dat is uit. Dat gaat niet meer door. Bram ook, en dat is ook uit nu. Toch? Ja, Bram zou zijn vriendin meenemen, maar dat is ook uit. En in ieder geval, dat was niet echt de reden. De hoofdreden was gewoon dat Sam moet een knieoperatie zien. Sam is een vriendin van Nina. En het is niet leuk als je op skivakantie gaat en je gaat niet skiën. Want ja, waarom ga je dan op skivakantie? Dus nu gaan we volgend jaar. Dus nu gaan we volgend jaar. Wel een voordeel is dat we dus allemaal weer iemand mee mogen nemen. Dus dit keer kan ik ook weer iemand anders meenemen. Dus dat is heel leuk. We gaan nu rijden. Wat? Wat is dat? Oh mijn god, kan ik nog even een McFlurry halen? Ik heb geld op rekening namelijk. Een McFlurry? Ja, weet je hoe lekker dat is? Ja, boeien. Weet je hoe lekker dat is nou? Met Oreo en karamel. Ja, die is wel... Nee M&M. Sorry. Ik dacht al wat zeg nee, jij. Oreo vind ik helemaal niet lekker. Reet de zomer van de schoenen. Die me heel veel meld ik zei. Nee, maar dan kan ik me niet meer concentreren. Nou, dat was de video. Met even een hele goede. Ik hoef trouwens mijn gordijn, maar hier niet om bedoel ik. Gordel. En mijn jas zit onder de M&M's van de McFlurry van jou. Dus hoe kan dat? Wat heb jij gedaan? Jij hebt het zelf afgehaald. Ik heb het pad denk ik dat ik zo het doe bij jou. We kunnen zien in de video of ik er even bij jij komen. Goed, weet je. Doei. Dit was de video, ik hoop dat je het leuk vond. Blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Screen alsjeblieft niks. Nee, screen alles. Nee, doe niet bij hem. En zeg YOLO.